1 Twente is al ruim 2 jaar bezig met onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp. We hebben daar veelvuldig over gepubliceerd, maar vorige week is een mini-documentaire online gekomen. De eerste in een serie. Aangeschoven is collega Ernst Bergboer, een van de makers van die documentaire en ook inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek. Ernst, goedemiddag. Hey, ik wou even zo scheef gaan hangen als dat Jan Belief net hing. Maar... Ja, hij zat er lekker bij. Ja, dat klopt, klopt, klopt. Ernst, het is 2021, 21 jaar na dato, meer dan dat. Er zijn veel documentaires gemaakt. Waarom moest er nog één komen? Nou, een serie zelfs. Het komt gewoon omdat er rondom die vuurwerkramp nog altijd ongelooflijk veel... Ondanks al die onderzoeken en al die documentaires... en zijn er nog steeds heel veel vragen niet beantwoord. Dus dat betekent dat er gewoon ruimte blijft voor onderzoek. En voor publicaties. Zo simpel ligt het eigenlijk. Te veel vragen liggen nog open, wat jou betreft. Ja, is dat meer geworden naarmate je erin verdiept? Sorry? Is dat meer geworden naarmate je erin verdiept? Het concentreert zich. Weet je, die vuurwerkramp is een enorme gebeurtenis. Met enorme brei aan informatie, onderzoeksresultaten, noem het allemaal maar op. Ja. Maar er zitten een aantal van die kernvragen, van die kerndingen in. Dat je denkt van, daar is nog heel weinig aandacht. Of zelfs soms helemaal geen aandacht. Mm-hmm. Of het zijn nieuwe dingen. Nou ja, laatst rondom die aangifte van Rudy Bakker bijvoorbeeld. Dat er gewoon weer nieuwe informatie boven tafel komt. Dus de vragen spitsen zich wat meer toe. Ja. Ja. Je hebt een serie mini-documentaires gemaakt. Zijn we mee bezig? Ben je mee bezig? In ieder geval eentje is uit. Maar kun je ons vertellen van hoe je eigenlijk zo'n verhaal bouwt? Wat doe je daarvoor allemaal? Dat is heel veel lezen. Heel veel lezen en met betrokken mensen praten. Navraag doen. In dit geval... ging het om de verzwegen wet bijvoorbeeld, hè, de brandweerwet 1985. Ja, dus daar heb ik die wet gelezen, onderzoeken naar gedaan, rapporten gelezen. Het is vooral heel veel leeswerk en praatwerk, met heel veel mensen in het land gesproken. Om uiteindelijk een soort van coherent verhaal te kunnen vertellen, ik verzamel heel veel informatie en dat wordt ook een soort van brei aan informatie rondom een bepaald thema. En dan ga ik ordenen, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En dan ontstaat er een soort van verhaallijn. En dan probeer je tot de kern te komen van waar het eigenlijk echt om gaat. Nou, dat is wat we met deze mini-docu dan proberen. Stukje kijken? Ja, is goed. 20 doden en talloze gewonden bij explosie in Enschedese vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard. Goedenavond, dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws. Er zijn zeker 20 doden en minstens 175 gewonden gemeld... na een grote explosie in een vuurwerkbedrijf in Enschede. Dit is de plek waar ruim 20 jaar geleden de zwaarste explosie sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaatsvond. Met even verschrikkelijke als bekende gevolgen. 23 doden, 200 verwoeste huizen, 950 gewonden, 1250 daklozen en zo'n 2000 beschadigde panden en een schade die in de miljarden liep. Om een klein beeld te geven van hoe die documentaire is vormgegeven. Wat mij betreft in ieder geval om te zien. Goed gedaan, supermooi. Ook inhoudelijk stel je interessante vragen over een verzwegen wet. Of eigenlijk de verzwegen wet, zo noem je ook deze aflevering. Ja, dat is de brandweerwet van 1985. Die gold op het moment van de vuurwerkramp. En dat was de wet die was bedoeld om branden en ongelukken bij branden. En noem maar op. Om zo'n vuurwerkramp te voorkomen. En uitgerekend die wet is nooit in een onderzoek betrokken geweest. Klopte die wet wel? Wat staat er dan in die wet? Wat is daar mis? Dus Oosting niet. In geen enkel onderzoek is die wet ter sprake gekomen. Dat is heel erg merkwaardig. Mm-hmm. Dus dat triggerde mij. Ik denk van, wat is hier nou aan de hand? Dus daar gaat deze aflevering over. Nee. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als die wet... als men zich aan die wet had gehouden... En dan heb ik het over men, dat zijn dan de verantwoordelijken in die wet overheden en overheidsinstanties. Ja, dan had die vuurwerkramp nooit kunnen gebeuren. Dus in de kern zou je kunnen zeggen, daar ligt een hele belangrijke oorzaak van die vuurwerkramp. Namelijk, overheid heeft zich niet aan zijn eigen wet gehouden. Nou, dat is een hele opmerkelijke conclusie die nergens getrokken is. Oosting heeft wel gezegd, de overheid heeft gefaald. Die heeft dingen gedaan. Wetsverzaking is iets anders dan falen.
Nou, dat is waar deze aflevering over gaat. Ja. Is het een, is deze aflevering, heeft die iets van een format of een blauwdruk die je in die volgende afleveringen ook gebruikt? Ja, feitelijk gaan we wel. Zien? Ja, nou ja, in dit geval hebben we één gast, dat is Fred Vos, brandweerdeskundige, die daar al heel lang over roept ook wel hoor. Over dit verhaal. Dus dat is onze enige gast. Andere afleveringen hebben wat meer gasten of wat meer verhalen. Maar de opbouw is wel steeds een beetje hetzelfde. Dus we pakken één thema, in dit geval die wet. Ja. En dat diepen we uit met gasten, met mensen die daar inhoudelijk iets zinnigs over kunnen vertellen. En dat laderen we met beelden van de ramp, interviewopnames, nou eigenlijk alle materiaal die we hebben. Ja, wat ik wil zeggen, is dat ook niet ingewikkeld als je bijvoorbeeld in dit geval Fred Vos hebt, die nou ja, dingen beweert. Dat je daar ook, als die iemand in discrediet brengt met zijn beweringen, dat je die ook in je documentaire trekt? Ja, we hebben Martin Oosting bijvoorbeeld gevraagd. Want ik wilde heel graag weten waarom, hoe het nou kan dat die brandweerwet in zijn onderzoek nooit genoemd is. Maar die wilde niet reageren. Die heeft wel die vroeg een lijstje van namen van mensen die mee zouden werken aan onze serie. En toen hij dat lijstje hoorde, kennelijk heeft hij gezegd, dat is via gegaan hoor. Nou, dan ik sla mijn beurt even over. En goed, dat geldt ook voor een aantal brandweerofficieren die we hebben benaderd via social media bijvoorbeeld. En eigenlijk dezelfde vraag van hoe kan nou dat die brandweerwet nooit genoemd is? En goed, Oosting en ook deze brandweerofficieren wilden niet reageren. Nou, houd op. Anders had ik ze graag aan het woord gelaten. Ja, dat is jammer. Want dat had je graag willen weten. Ja, dat is heel jammer. Er komen nog twee aan. Nou, er komt nog een serie. We zijn nu met nummer twee bezig. Opnames zijn gemaakt. Interviewopnames heb ik er dan over. Dus die moeten we nu in elkaar gaan steken. Maar dat is nog wel een klus hoor. Mm-hmm. En we zijn met een kleine redactie. Dus het is altijd een beetje zoeken naar tijd wanneer je dit met elkaar kan doen. Wat zijn de thema's? Kun je daar iets over zeggen? De komende thema gaat over de vraag of er echt te veel en te zwaar vuurwerk bij SA Fireworks lag. Er zijn heel veel redenen om aan te nemen dat het een heel wankele conclusie is geweest van Oosting ook destijds. Ja. Dat is wel inderdaad de conclusie. Deze die we net hebben gezien, de verzwegen wet, is die al te zien? Ja, staat online bij ons op de website. Makkelijkst is even zoeken in ons dossier vuurwerkramp. Er staat veel meer informatie over die vuurwerkpublicatie. Staat deze ook tussen. All right. Nou, en op YouTube geloof ik, YouTube staat hier ook. Ernst, dankjewel. En succes met het vinden van tijd voor de volgende edities. Yes. Dankjewel.